toen uiteindelijk de uitzending van NPO 1 afgelopen was, merkten wij in de aansluitende 24 uur dat er voor de komende maanden al een kleine 800 reserveringen in datzelfde weekend zijn gemaakt. Ja, dat is flink wat. Dat is inderdaad flink wat. Ja, daar waren we ook heel erg blij mee. Wij zijn vanzelfs Iepengeen, drie dagen voor de start van de culturele Haardstad. Toen voelde ze al een keer wat, het was gekke huis. De vattekenen van de Ljouwter horeca en hotels van 2018 liep je goed. Ze binnen direct goed op taret. Het tal hotelkamers is de laatste tijd toenomen van zo'n 400 naar een lietse zo'n 100. Nou, we hebben tot 2015 toch wel een behoorlijke crisis meegemaakt. Dat betekent dat de hotelbezettingen tussen de 50% en 60% hebben gezeten. En uiteindelijk zeg ik altijd, voor een goede hotelexploitatie heb je minimaal 70% nodig. En het lijkt erop dat we sinds 2017 daar langzaam naartoe groeien. En dat is natuurlijk belangrijk. Hoe belangrijk is dan Iere Straat 2008 een culturele haardstad hier, denk je? Het is een unieke kans. Ik denk dat cultuur een middel kan zijn om mensen te enthousiasmeren voor onze provincie. Anders als alleen maar water. Dus ik verwacht daar heel veel van voor de komende jaren. Ik de horeca had een vlecht genomen. De laatste 4 binnen de 10% meer zaken in Ljouwert bijkomen. Er is een soort concurrentie. Maar ik vind het erg. Ik vind juist dat de horeca, hè, omdat er een soort bij komt, dat ik versterk. Dat versterkt ik de leefbaarheid binnen een stad. Waar is het zo dat we het oorst proberen te doen dan orde? We binnen werkgebouw, dus wij richten juist ik op werk in combinatie met horeca. Qua 2018 had voor de ondernemers een vlerende start gehad. En de verwachting van dit hier binnen goed. Maar weten ze dit op een lange termijn vast te houden? Ik denk dat wat belangrijk is, is dat ondernemers en hotels hun eigen verhaal blijven vertellen. En in ieder geval dit jaar ervoor zorgen dat gasten op een fantastische manier worden ontvangen. Gastvrijheid en kwaliteit is daarin volgens mij essentieel. En als we dat goed doen, dan komen zeker na 2019, 2020 ook gasten opnieuw naar Friesland. We hebben een fantastische provincie om te laten zien. Ik snap dat meestal zeer zwaar gemaakt zie. Laplace gaat hier onkomende, hier gaat hier, haast niet kunnen zien. Ik vind het juist alleen maar mooi dat ze er komen. Het zijn twee totaal verschillende concepten, maar het versterkt het plan wel weer. Het maakt het plan wel weer leefbaarder voor de binnenstad. Is te volle concurrentie een goede zaak of een minder zaak? Ja, dat is een mooie strekvraag. Ja, te volle, dat zei het al. Dat is nooit goed, maar concurrentie is wel altijd goed. Het gaat de boel scherp.